Het is volop lente, de zon schijnt en we staan in Heemskerk bij de familie Koper, want we zijn getuigen van een bijzonder fenomeen. Ga je mee? Wat is er gebeurd? Nou, we zaten eerste paarsdag met de familie te brunchen. En we keken naar buiten. De keukentafel staat mooi tegen de wei aan. En we zagen dat de geit aan het bevallen was. Dus we lopen eigenlijk heen heel relaxed met z'n allen om te kijken of het goed ging. Toen lagen er al 3 bij. Toen zijn we maar, nou ja, dan zal zo de nageboorte wel komen en dan is het klaar. En toen kwam er nog 1. Dus we hadden al zoiets van, nou dat is ook wat, 4 van die kleine smuddervies. En hij was nog bezig en toen zegt hij, nou komt de nageboorte eruit, want hij is weer aan het persen. En nog een klein smuddervie. Dus het is dat je er echt bij staat, anders zou je bij je eigen denken, geloof het niet dat er 5 van die kleine hummeltjes uitkomen. Ja, 5 kleine geitjes. Wat dacht u toen u zag dat het er 5 waren? Ik denk dat is bijna een record, want dat hebben we nooit meegemaakt. Ik heb al jaren geiten, vanaf mijn 8e, dus bijna al 40 jaar heb ik geiten. Maar ik heb nog nooit een 5-ling gehad, 1 keer in 3-ling, maar 5 heb ik nooit gezien. Het is dat we er zelf bij gestaan hebben, je gelooft het. Anders ga je kijken welke geiten er meer bevallen. Maar ja, het was maar 1 geit, dus dat was wel uniek. Oké, en wat gaat er nu gebeuren met die kleine geitjes? Nou, voor die kleine geitjes zijn er al mensen die hebben hun eigen al aangemeld. Dat ze de krant lazen en ze zagen, hey, kopen op jonge geitjes, wij willen er een paar kopen. Dus die zijn inmiddels al wezen kijken ook. Dus de jonge geitjes zoeken wel een goede baas. En hoe is het nu met de moeder? Nou, moeder gaat supergoed. En die heeft heel veel melk, gelukkig, om alle 5 kleintjes te voeden. Ze zijn wel heel blij mee, want we hebben nog een klein geitje lopen. En die moeder heeft bijna geen melk. Dus die geven we elke dag een paar keer de papfles. Dus vandaar dat het wel fijn is dat die 5 lekker bij moeder kunnen drinken. Ja, en merkt u nou echt dat moeder het extra zwaar heeft omdat het er 5 zijn? Nee, niet echt. Ik denk dat het wel meevalt, want hij heeft puur een groot elder, dus ik denk dat hij een hoop melk heeft. Maar ja, als ze even ouder worden, zal het misschien wel kritiek worden. Maar dan gaan die kleintjes ook wel een beetje eten, dus dan kennen ze ook hun eigen wel een klein beetje voel voor elkaar scharrelen. De vader logeert hier 4 weken en dan gaat hij weer naar de volgende haremgeiten toe. En zo gaat hij er weer, zwinters een beetje het cyclus hier af. En dan is hij in het voorjaar klaar, dan heb je alle geiten gehad. Krijgen ze eigenlijk een naam of gebeurt dat niet met geitjes? Ik denk dat de mensen die ze kopen, die ze misschien een naam geven. Maar wij gaan ze niet allemaal een naam geven. Hoe oud worden de geiten van zichzelf? Ja, meestal tussen de 8 en de 12 jaar. Soms een uitschieter naar 14, maar echt veel ouder worden ze niet. En meestal tussen 7, 8 jaar. Het is wel de laatste keer dat ze bevallen, want anders wordt het een beetje te oud. Moeder is 3 jaar. 2 jaar voor het eerste keer bevallen, had ze de 3. En nu is dit jaar is de 3e bevalling van haar. Tweede bevalling in het 3e jaar. En nu heeft ze de 5. Dus ja, dat is wel uniek. Ja. Oma is een jaar of 7, 6. Je hebt 1 keer een 1-ling gehad, ik pak in een 2-ling. Nou een 3-ling. Dus oma die kent het ook wel aardig. Ja. Het zit in het bloed bij de familie. Ja, ja. Want dat is niet altijd zo. Je kan er wel een bok bij zetten, maar dan hoeft er nog niks te gebeuren. Kan ook. Ja. Ja, een geit moet wel in zijn cyclus zitten, dat hij speels is. En dan laat hij die bok toe. En dan word je bevrucht. Want als hij niet speels is, noemen ze dat. En als je dan zin hebt, dan kan hij bevrucht worden. Maar anders rent hij hard weg. Dan gaan lekker in het zonnetje hier. Het is net af en toe te kijken, ademen ze nog wel, want ze leggen zo lekker stil. Het is bijna dat die buikjes stil zijn, maar nee, ze leggen allemaal lekker te genieten in de zon.